Single voelt heel goed, omdat we heel hard aan gewerkt hebben. Kees Stel en Nelleke van Josh Bake Selection. En we zijn een super team. En als je hem hoort, dan voelt hij ook echt goed. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Nou, een halfjaartje denk ik wel. Ja, het is eigenlijk zo dat je een nummer toch een beetje de eigen wil maken. Dus je gaat wat dingetjes bijschaven. En wat dingetjes toevoegen, wat dingetjes weghalen, wat geluidjes naar voren halen, wat geluidjes naar achteren. En uiteindelijk krijg je natuurlijk het resultaat waar je zelf heel blij mee bent. En dat is dit geworden. Ben jij heel kritisch op dat punt? Ja, dat moet je ook wel zijn. Ja. Ik wil wel dat het vooral ook echte instrumenten zijn. Dus niet uit een keyboardje. Het moet echt goed klinken. Het is natuurlijk een beetje een oorworm voor de mensen. En als je zoiets luistert, dan moet je ook echt optimaal van genieten. Kijk, je probeert elke single weer beter te maken. En ik was met mijn vorige single, daar was ik ook heel blij. Was ook al de hele vooruitgang. Maar dit is weer net even iets beter. En dan hoop je natuurlijk dat je respons krijgt en dat mensen zeggen van yes, dit voelt goed. Ja, ik denk dat deze melodie wat toegankelijker is voor een breder publiek. En het andere was dat eigenlijk ook al, maar dit is nog net even een beetje meer. En je kan die gewoon in een feesttent en zo'n megapiraat zijn. Je kan die zo leuk op meedoen. Dus het is bijna onmogelijk om stil te blijven staan. Ik hoor hier een open sollicitatie om binnenkort naar een megapiratenfestijn te gaan. Ja, dat was ook de bedoeling. Dat is een inkoppertje, hè? Dus als die organisatie nu kijkt, waar kunnen ze je boeken? Nou, ze kunnen boeken bij Jolanda Clemens. Dus we hebben grote steun in toeverlaat en dan komt het helemaal goed.